engelen vol genade. Sta ons bij. Ben je een goede geest of een boze kobold? Breng je een hemelse bries of een helse storm? Kom je in vrede of met kwaad in de zin? De vorm van je verschijning is zo verdacht dat ik je zal aanspreken. Ik noem u Hamlet. Antwoord mij, voor ik in onwetendheid ontplof, vertel waarom uw eerbiedig begraven botten uit hun grafdoek barsten, waarom het graf waarin we u in vrede zagen rusten, zijn marmeren kaken opendeed om u weer uit te spuwen. Wat beduidt het dat uw dood lijk opnieuw geheel in staal terugkeert? In dit ondermaanse schijnsel de nacht te bang maakt en het gemoed van ons narre der natuur zo op hol brengt met gedachten waar onze ziel niet bij kan. Waarom is dit? Zeg op, wat wilt u van mij? Waar moet ik bang voor zijn? Ik hecht voor geen stuiver aan mijn leven en mijn ziel. Wat zou u die kunnen doen? Die is even onsterfelijk als uzelf. U wenkt me opnieuw. Ik word geroepen. Mijn noodlot schreeuwt en maakt de kleinste ader van dit lichaam hard als de zenuw van een Nemeïsche leeuw. Ik word opnieuw geroepen. Laat mij gaan, vrienden. Mijn God, ik maak een geest van iedereen die me tegenhoudt. Weg. Ga voor. Ik volg u. Wil je praten? Zou je willen praten? Ik hoop dat je begrijpt waarom je hier zit. Ik heb zo mijn bedenkingen, maar als u het mij uit kunt leggen. Zeg maar jij, je zit hier nu een week en het gaat goed. Volgens mij gaat het goed, maar zodra jij een gevaar voor je omgeving, maar bovenal jezelf wordt, dan zullen we je in deze ruimte moeten plaatsen om te separeren. Begrijp jij dat? Tuurlijk begrijp ik dat. Ik begrijp alles. Het is voor jullie recht, het is voor jullie een baan. Ik ben hier niet de enige, maar ik ben niet gevaarlijk. En dat weet u, dat weet ik, dat weet iedereen. Daar ben ik te slim voor. Te slim, ja, te slim, dat wist u ook al. Houdt u niet van de domme. Ik heb echt liever dat je jij zegt, dat begrijp ik, maar nee, dat is mijn keuze. Ik respecteer je keuze, maar wij... Zullen we even ophouden met wij? Ik weet dat u een heel team achter zich heeft en dat ze me allemaal proberen te helpen. Mij gezond en stabiel proberen te maken. Hulpverlening, traumaverwerking, individuele therapie, groepstherapie, speltherapie, creatieve therapie. Fotolijstjes, schilderen, kleien, pottenbakken, keramieken, mozaïken, mini-stekken, borduren, schilderen vakjes in. Bij elk nummertje hoort een kleurtje. Tuinieren, bloemenplanten, grashakken, konijnenverzorging, kweek je eigen groente, medicatie. De hele rambam, maar het is nu even tussen ons een klein fijn gesprekje tussen ons. Is dat oké? Dat is oké, fijn. Hoe gaat het met u? Goed? Fijn dat het goed met u gaat. Nu hoort u aan mij te vragen, hoe gaat het met jou, Hamlet? Oh ja, hoe gaat het met jou? Vraagt u dat omdat u het wil weten of omdat ik het u opdrong? Om eerlijk te zijn, je drong het me op, maar ik wil het eigenlijk wel echt weten. Dus, hoe gaat het met je? Het gaat goed. Ik ben rustig in mijn hoofd, dat is fijn. Bent u rustig in uw hoofd? Nee, u een vraag, ik een vraag. Ik gaf antwoord en nu staat u. Dus, bent u rustig in uw hoofd? Ja. Ik ben rustig in mijn hoofd, op professioneel vlak of ook persoonlijk. We gaan het hier niet over mijn persoonlijke leven hebben. Waarom niet? Wordt bij mij toch ook gedaan? Als u wist hoeveel vragenlijsten ik heb al op moeten invullen en beantwoorden met betrekking op mijn persoonlijke leven. En we gaan het nu niet over uw persoonlijke leven hebben, dat is oneerlijk. We zijn hier toch niet om mijn belastinggegevens te bekijken.
U bent mij hier persoonlijk aan het analyseren. Had u kunnen verwachten dat ik u persoonlijke dingen terug ging vragen. Heeft u kinderen, ik, een partner, je huisdieren, hobby's, postzegelverzameling? Oké, wat heeft u gisteren gegeten? Jezus, voor je het weet gaan we het nog over het weer hebben. We kunnen het over het weer hebben als jij dat wil. Laag. Wat? Dat laag is. Ik heb al 2 dagen geen frisse lucht gehad omdat jullie me hier vasthouden. Dus laag. Je begon er zelf over. Als voorbeeld. Jezus Christus. Chili con carne. Wat? Dat ik dat gisteren gegeten heb, chili con carne. Goed zo, iets persoonlijks. Nou, dat is een mooi begin. Nu mag u weer iets persoonlijks terugvragen. Oké. Vind je het rechtvaardig dat je hier zit? Rechtvaardig? Ja. Als je naar de wettelijke feiten kijkt, rechtvaardigheid, een overeenstemming met bepaalde ethische beginselen. Ja, dan is het rechtvaardig. Ja, maar goed, zo we ons tegenwoordig nog bezighouden met iets als rechtvaardigheid. We? Ja, we, wij, ons, de mensen, iedereen. Maar goed, dat is een onderwerp waar we het later over kunnen hebben. Ik was namelijk weer aan de beurt. Oh ja, dat is waar. Brand maar los. Ja, zo is het niet leuk meer. Wat? Ja, u bent hier nu aan het doen alsof hier Twister aan het spelen zijn. Dan is voor mij de lol er een beetje vanaf. Waar vanaf? Van het vragenspel! Jezus Christus, u bent niet zo snel van begrip, hè? Zou ik uw diploma's even mogen zien? Ik begin hier behoorlijk zorgen te maken. Waarom? Omdat u me, en excuseert u me alvast voor wat ik ga zeggen, niet zo snugger overkomt. En ik geef toe, de meeste mensen die ik hier ben tegengekomen, hoor dan niet in mijn toplijstje van de intelligentie. Ja, maar u spant toch wel echt de kroon, hoor. Waarom zeg jij zulke dingen? Omdat ze waar zijn! En omdat ik hier vastgesnoerd zit, dus op dit moment niet in een hele aardige bui ben. Wordt dit een betere conversatie, denk je, als jij je vrij kan bewegen? Kan ik niet beloven, maar ik denk het wel. Dus, mag ik los? Of gaat u daar niet over? Jawel, ik zie er alleen op dit moment het praktisch nut nog even niet van in. Niet? Hoezo? Je begrijpt toch wel waarom je vastzit? Omdat ik mijn stiefvader een tik heb verkocht bij bezoekuur? Je hebt hem aangevallen, een stuk van zijn oor afgebreed en zijn arm gebroken. Ja, maar kon ik niks aan doen. Dat was in een vlaag van verstandsverwijstering. En daar heb ik nu medicatie tegen, dus dat zal niet meer gebeuren. Zulke acties zullen niet meer gebeuren, dat weet je toch? Dus dan is dit vastsnoeren toch ook niet meer nodig? Ik ben bang. U heeft angst in uw ogen. Voor wat? Voor wat in godsnaam? Voor mij? Bent u bang voor mij? Voor wat dan? Ik heb u toch nooit iets aangedaan? Ik zal u toch ook nooit iets aandoen? Dat weet u toch? Ik ben niet gevaarlijk. Dit lichaam is niet gevaarlijk. Deze handen zijn niet gevaarlijk. Dus voor wat bent u dan bang? Ik ben geen dier. Ik ben geen beest. Ik ben geen mishandelaar. Ik ben geen verkrachter. Geen mensensmokkelaar. Geen vluchteling. Kijk naar mijn gezicht. Ik heb een rond, lief, aandoenlijk gezicht. Ik heb aardige ogen. Geen ogen die moord en wraak uitschreeuwen, maar eerlijke, oprechte ogen. Kijk naar mijn handen. Ik heb zachte, warme handen. Geen bloed onder de nagels. Geen wondjes die bewijzen dat ik mijn handen vaker dan die ene keer voor harde taken gebruik. Maar eerlijke, oprechte handen. Ik heb geen ruwe, gegroefde handen die mensen zouden slaan. Ik heb geen eelt op de handpalmen als van bewijs van dat ik mensen sla. En ook al was ik gevaarlijk, ook al greep ik u hier nu direct op dit moment naar de keel, wat op dit moment ten eerste niet mogelijk is.
En wat ik ten tweede nooit zal doen, omdat ik niet gevaarlijk ben. Maar stel dat het in een vlaag van waanzin toch gebeurde. Binnen 10 seconden staan hier 10 man om u heen om u te beschermen en mij weg te sleuren en plat te spuiten. Wat nooit zal gebeuren, omdat ik niet gevaarlijk ben. Als jij niet gevaarlijk was, en wat ik nu ga zeggen betekent niet dat ik bang voor jou ben, maar als jij niet gevaarlijk was, dan had jij hier niet gezeten. Touché. Het kan denken. Touché. Maar goed. Dan kunnen we nu urenlange discussies gaan voeren over wat gevaar inhoudt. Betekent gevaar dat u hier nu direct op dit moment door mij te doen kan sterven? Of betekent gevaar ook dat ik u zo lang bezighoud dat u niet op tijd naar huis kan en dat u overuur moet maken? En hebben we het alleen over fysiek gevaar? Of hoort mentaal gevaar daar ook bij? Volgens mij hoort mentaal gevaar er zeker bij. Mentaal gevaar, psychologisch gevaar. Maar goed, dat is voor iedereen anders. Smaken verschillen. Mentaal gevaar. Ja, dat ik u knettergek maak. Oh, daar ben ik echt niet bang voor hoor. Oeh, is de strijd dan nu echt begonnen? Als jij het de strijd wil noemen, ik noem het hulp. Ik heb geen hulp nodig. Oké, zorg dan maar zelf dat je loskomt. Is dit manipulatie? Mag u dat wel gebruiken als hulpverlener? Jij wilde toch een strijd aangaan? Ah, deze toon van praten bevalt me. Heeft u dat ook geleerd op je opleiding? Spanning aanbrengen in het gesprek? Ik confronteer jou alleen met je eigen woorden. U confronteert mij helemaal nergens mee. Ik heb echt liever dat je jij zegt. Ik zeg liever u, als u dat niet erg vindt. Ik heb het niet zo op dat getoetwaaier bij mensen die ik nog niet ken. Maar wij kennen elkaar zo ondertussen toch al wel? Nee, u probeert mij te kennen, mij te onderzoeken, mij te analyseren. Ik ken u niet en ik heb tot nu toe ook nog geen enkele belangstelling voor u gehad. Maar het is toch fijn om met elkaar te praten, maar dat zeg ik ook niet. Het is heerlijk om met u te praten, maar voor mij is het tijdsverdrijf. Niets meer, niets minder. Oké, als jij... Schrok u? U schrok toch? Ik meen het te vernemen dat u schrok. Als u werd gekend, dan was u niet geschrokken. Als u werd gekend, dan had u dit aanzien komen. Maar nee, helaas! U bent mooi. Ik denk dat wij klaar zijn voor vandaag. We komen even niet meer verder. Wacht. Zou ik los mogen? Ik zal niks doen. Beloof ik u. Ik zal zorgen dat je vanavond los wordt gemaakt. Ik zie je morgen. Thank you.
ben. De laatste tijd, hoe het komt, weet ik niet. Al mijn levenslust kwijt. Ik heb al mijn normale bezigheden verwaarloosd. Het is mij zelfs zo zwaar te moede dat deze machtige structuur, de aarde, me voorkomt als een steriele kaap. Dit schitterende baldakijn, de lucht. Kijk dan. Dit groots overkoepelende firmament, dit statige dak, ingelegd met gouden vuur. Ach, het komt me voor als niets anders dan een rotte en pestverwekkende samenscholing van dampen. Mijn voedsel wordt iedere morgen en middag door een klein vierkante opening op de grond naar binnen geschoven. Er is geen couvert. Ik ben dus niet alleen beroofd van het recht mezelf het leven te ontnemen. Nee, zelfs een simpel geluid kan ik niet maken. De boeien die ik om mijn polsen heb laten me toe te eten, maar ik kan ze niet ver genoeg van elkaar brengen om in mijn handen te klappen. En gewoonlijk voel ik mij als een ziek dier dat door vele nieuwsgierige ogen wordt gadegeslagen. Dit land is een gevangenis. En ja, de wereld is er een hele goeie met vele kooien, afdelingen en kerkers. Maar dit land is een van de ergste. Soms klinkt er vanuit de verte van mijn geest een herinnering door. En deze herinneringen hebben geen enkel raamwerk waarin zij passen. Het zijn als bijenzwermen die ongecontroleerd en woedend vanuit oneindige verte komen aangesuist en met een oorverdovend gezoem voorbij schieten. Ik ben er bang voor. Soms verlaat ik ook toevallig mijn lichaam en dan vind ik het later snikkend in de hoek terug. En toch ben ik meer meester over dit lichaam dan zij die slechts waggelend voortbewegen. Anderzijds is het mij onmogelijk deze kamer te verlaten. Geheel kaal ben ik. Van kop tot teen geschoren, een witte gedaante in een witte kamer. En de kamer heeft geen bestendige grootte, soms bij het ontwaken of plotseling overdag. Als ik even verstrooid ben, dan neemt zij zo'n gigantische afmetingen aan dat ik de wanden nog het plafond kan zien en mij in een oneindig witte woestijn bevind die toeslaat als een doos. Wanneer de deur wordt geopend, ja, dan springen de wanden op mij toe. Wat een stuk vakwerk is de mens. In zijn gestalte en zijn bewegingen. Hoe doelgericht en bewonderenswaardig. Hoe engelgelijk in zijn houding. En hoe godgelijk in zijn begripsvermogen. Het pronkstuk van de schepping. Het toonbeeld der dieren. En toch, wat is voor mij deze quintessens van stof? Ik schep geen plezier in de mens. Hoewel mijn glimlach anders wil doen vermoeden.
Goedemorgen, fijn dat u er bent. Heeft u een goede nacht gehad? Ik niet. Zeer slechte nacht heb ik gehad. U wel? Als ik naar u kijk, u ziet er minder gespannen uit. Komt dat op dat u een goede nacht heeft gehad? Dat zal vast wel. U hebt zeker een goede nacht gehad. Wat hebben ze u gegeven? Dat u een goede nacht had? Of had u een goede nacht vanuit uzelf? Ik kreeg wat Mida zo lam. Als ik me niet vergis, werkte niet goed. Thuis vaak wel niet langs. Of ja, een beetje. Nee, eigenlijk totaal niet. Was wel een bijzondere ervaring. Eerst denk ik dat het niet werkt. Dat denk ik altijd als ik pillen neem dat niet werkt. Maar na een paar minuten voel je toch je spieren slapper worden. Je hoofd wordt of maar niet op een andere manier alsof een deken over je hersens heen glijdt. En je oogjes beginnen zwaar te worden. Of wat? Je oogjes? Je oogleden gek. Ik, alsof je oogjes zwaar kunnen worden. Dat kan niet. Toch. Nee, dat kan niet toch. Maar ja, wie ben ik? Heb ik een diploma in farmacie? Farmacie? Dacht ik niet. Hoorde u dat ruimsteltje? Farmacie? Dacht ik niet. Ik vond dat een leuk ruimsteltje. Ruim, dat is toch fijn? Hoorde u? Weer een ruimsteltje, maar ik hou niet alleen van ruimsteltjes hoor. Ook van raadseltjes. Wat is het toppunt van de dieet? Nooit meer dik gedrukte letters lezen. Het is wit en staat in de hoek. Een koelkast met straf. Wat zegt de gierige kinderlokker? Snoepje kopen. Maar goed, konden ze toch uiteindelijk de slaap niet vatten. Vindt u dat ik mij gek gedraag? Zou ik wel begrijpen. Of vind ik leuk om te noemen? Don't come too close at the window, Clarice. I eat this liver with some fava beans and a nice Chianti. Tijd voor een serieus gesprek. Gedroeg jij je thuis ook zo? Ja, bij tijd en wijle, als de burgerlijkheid met zijn neus uitkwam. Maar goed, wij zouden vandaag een serieus gesprek hebben. Waar wilt u het over hebben? Geen specifieke dingen. Wat? Heeft u uw huiswerk niet gedaan? Nou, dat zijn strafpunten, hoor. Krijgt u nu straf van uw baas, billenkoek van de directeur, een pats op de ene bil en een klats op de andere? Provoceren is wel een van jouw grootste hobby's, als ik mij niet vergis. Ik provoceer niet, ik spreek mijn gedachten uit. En als die gedachte niet bevallen, is dat uw probleem. Maar goed, als u geen specifieke vraag heeft, heb ik wel wat voorstellen. Mag dat? Mag ik als onderdanige voorstellen aan u doen? Zie jij jezelf als onderdanige aan mij? Maar natuurlijk, u bent mijn redder. Of ziet u dat zelf niet zo? Nee. Ik ben je psycholoog, niet je redder. Laten we er geen magische termen op plakken. Oké, mevrouw de psycholoog, naar het u belieft. Maar goed, dan doe ik mijn voorstel wel. Ik weet niet hoe ik er zo laat pas op kom, hoor, maar ik bedacht het me vannacht ineens. Ik heb ooit gehoord over een therapie waarin je in sessies met je redder, sorry, je psycholoog, je ouders in je hoofd, niet in de realiteit, in je hoofd, op een gruwelijke manier ombrengt en elke sessie op een andere manier. En nu dacht ik... Je bent eraan... Nee, wacht even. U gaat nu weer zeggen dat ik aan het provoceren ben. Bladibli, bladibli. Maar ik meen dit. Kijk. Mijn vader kan ik niet ombrengen. Die ligt al een tijdje in zijn graf. Dat wist u toch? Dat staat in mijn dossier, toch? Hoeveel jaar is hij al dood volgens mijn dossier? 2 jaar. Goed zo. Kijk, daar hebben mensen wel hun huiswerk gedaan. Kijk, mijn vader kan ik dus niet ombrengen. Daar zie ik het praktisch nut ook niet van in. Maar mijn moeder wel. En mijn stiefvader ook. Kan dat? Kan je in zulke sessies ook je stiefvader ombrengen? Ach, dat kan vast wel, dat maakt niks uit. Kijk, en ik denk dus dat dat soort therapieën perfect bij mij past. Daar verwerk je je jeugdtrauma's mee, toch? En nu begonnen mijn jeugdtrauma's pas op mijn 20ste, na het overlijden van mijn vader. Maar goed, laten we zeggen dat ik na mijn 20ste een paar behoorlijke puberale, alhoewel zeer ernstige jeugdtrauma's heb opgelopen met de schuld van mijn moeder en later mijn stiefvader. En als ik die nu ga ombrengen in mijn hoofd, dat had ik al gezegd, in mijn hoofd, tadaa, probleem opgelost. Goed, mag ik beginnen? Ik geef dat soort therapie niet. Dat soort therapie wordt alleen gegeven door gespecialiseerde... Ach, dat geeft niks, dat maakt niks uit. We gaan dit niet... Oké, ik begin wel. Ik steek een mes in de anus van mijn mama. Stoppen nou. Was maar een ideetje. We kunnen het over je ouders hebben als jij dat wil. Nee, liever niet. Niet op uw saaie manier, dan liever helemaal niks over mijn ouders. Oké, dat is jouw keuze. Laten we het dan over je vrienden hebben. Nee, heb ik niet. Totaal niet? Nee. Iedereen heeft toch wel een... paar vrienden. Nee, hey, bent u doof? Ik heb geen vrienden, ik ken mensen. Maar dat kunnen ook vrienden zijn, de definitie ligt daar enkel in de naam. Vrienden. U vraagt om vrienden. Welke vrienden bedoelt u?
De vrienden die zichzelf naar de tyfus helpen, zonder doel. Vrienden die een lijntje kook moeten nemen voordat ze naar een feestje gaan, zodat ze zich een stuk zelfverzekerder voelen. Vrienden die elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondagavond naar de kanker gaan en nog door de week gedeprimeerd op de bank zitten, geen doel in hun leven kunnen vinden en bij luxueuze zielenknijpers zoals u over hun problemen praten, zodat ze weer in het weekend tegenaan kunnen. Die vrienden, de vrienden waarbij het de noodzaak is dat ze in één week minstens 2 verschillende mensen neuken of door hen geneukt worden, zodat ze geen minderwaardigheidscomplex krijgen. De vrienden die door en door slim zijn, een behoorlijk talent tot denken geschonken hebben gekregen, duizenden kansen kunnen grijpen, grootse dingen zouden kunnen bereiken en hele moeilijke woorden kunnen gebruiken in discussies, maar ondertussen totaal niet weten waar ze het werkelijk over hebben, totaal geen doel in hun leven kunnen vinden. Die vrienden, ik dacht dat u mij ze ondertussen toch wel een beetje kende. Dat zijn geen vrienden, dat zijn kennissen, dat zijn mensen die ik ken omdat ze iets voor me kunnen betekenen. Vrienden. Vrienden, dat zijn mensen die voor je door het vuur gaan. Alles voor je over hebben. Deze mensen ken ik omdat ze met me mee kunnen snuiven als ik een beetje kook over heb. Als ik deze door u genaamde vrienden op de grond zie creperen, dan ben ik de eerste die doorloopt omdat de supermarkt over 5 minuten sluit. Ik dacht dat ik vrienden had, maar die hebben me een mes in mijn rug gestoken zodra ze de kans kregen. Wat is er gebeurd dan, doet er niet toe. Misschien niet, maar het is goed om over dingen te praten. Wij kunnen over andere dingen praten. Nee, ik denk dat het goed is als we het hier nu even over hebben. Wat is er gebeurd? Ik ga toch geen antwoord geven. Oké, dan zwijgen we wel. Ik weet niet of u het weet, maar ik kan dit spelletje heel lang volhouden hoor. Goed zo, ik namelijk ook. U bent aantrekkelijk zo. En op welke manier bedoel je dat nu weer? Zo, streng, overtuigd van uw eigen kunnen, wetend dat u dit als langste vol gaat houden. Maar dat deed ik ook. Hoe bedoelt u? Jij begon met praten. Mijn vrienden bleken niks meer dan een doorgeefluik aan mijn moeder. Vertel, er valt niks te vertellen. Ik dacht dat ik ze kon vertrouwen, maar alles wat ik tegen ze zei, hoe ik me voelde, wat ik dacht, hoe ik de wereld zag, dat werd op het moment dat ze weg waren weer doorgebriefd aan haar. Misschien zagen je vrienden dat het niet goed met je ging en probeerden ze je te helpen. Ik heb geen hulp nodig. Doe dat ook. Alles wat ik u hier vertel, doorgeef aan haar. Nee, alles wat je hier zegt, blijft hier. Geheimhoudingsplicht. Fijn. Ik hoorde dat je om boeken had gevraagd. Ja, dat zou fijn zijn. Woorden. Woorden. Ik kan morgen wel wat voor je meenemen. Ik ben bang dat wij niet dezelfde smaak hebben. En wat voor smaak heb ik dan volgens jou? Als de nieuwe dokter Rutger op de afdeling komt werken, heeft hij meteen een grote impact op zuster Lisa. Al snel vinden de twee elkaar en ontstaat er een seksuele geheimzinnige affaire. Deze relatie is voor Lisa ook meteen een zoektocht naar zichzelf. En wat voor boeken had jij dan in gedachten? Nietzsche, Schopenhauer, Sartre, Kierkegaard, Camus, de Bijbel. Lijkt me niet zo verstandig om je op dit moment met zulke gedachten te verbinden. Ik verbind me er ook niet mee, ik walg ervan, maar dan voel ik tenminste weer iets. Je walgt ervan? Ja. Door die intelligente klootzak heeft niemand meer de behoefte om zelf na te denken. Nee, als we voor een existentiële crisis staan, pakken we gewoon hun verstofte boeken uit de kast, lezen wat erin staat en nemen dat voor waar, zodat we niet onze eigen krocht hoeven te zoeken. En op feestjes gooien we de ene quote naar de andere uit. Maar iets wat we zelf bedacht hebben, nee, dat niet hoor. Want stel dat ze je niet begrijpen, dat zou naar zijn.
En wat zeggen ze? Oké? Nietzsche, het leven is niks waard. Schopenhauer, het leven is niks waard. Sartre, het leven is niks waard, merde. Camus, het leven is niks waard, op een absurde manier. En de godvergeten nihilisten, die hebben alles doodverklaard wat los en vast zit. En wat hebben wij daaraan om onze gedachten, onze ideeën te laten bepalen door wat andere wijze heren die al lang dood zijn bedacht hebben? Maak je eigen filosofie. Maar nee, we klampen ons vast aan het bekende. Laat in godsnaam onze ziel niet over aan het onbekende. Laat in godsnaam niet zelf onze richtlijn en moraliteit bepalen. Want stel dat je daar alleen in staat. Voor je het weet, word je voor gek verklaard. Een gedachte die alleen in jouw ziel bestaat zonder medeplichtigheid van andere zielen, dat is gevaarlijk, toch? Want hoe kunnen anderen het dan controleren? Hoe kunnen anderen grenzen zetten om iets wat alleen in jouw hoofd bestaat? Gevaar, terrorisme, idealist. Hij heeft gedachten die we niet kunnen grijpen. Sluit hem op, we hebben hier geen grip op. Bind hem vast. Hij besmet de schone zielen. Bescherm de schone zielen, want ze zijn schaars. De schone zielen zijn schaars. Laat onze jeugdige kinderzielen niet verkrachten door nieuwe gedachten die we nog niet hebben kunnen documenteren. Wat is hier in zijn hoofd? We weten het nog niet, want we hebben het nog niet kunnen rangschikken. Misschien is hij zo wel een pedofiel, necrofiel. Neukt die gedachten zijn dode moeder, neemt hij haar in alle gaten van die haar kant. Stop, ik wil dat je nu... Oh nee, ze zieke gedachten maken zijn gesprekspartner kapot. Zie je wel, niet controleerbaar, niet te vertrouwen. Vertrouw hem niet, bind hem vast, strak. Heksenjacht, laat hem branden op de brandstapel. En laat zijn giftige gedachten zo snel mogelijk opstijgen naar een plaats die wij niet kennen. Duivel, maak de duivel eens kapot. Dood het onbekende. Zie uzelf nou zitten. Oncontroleerbare hersenspinsels. Zieke gedachtes. Ontembare zieke geest. Dat zijn jouw woorden. Ja, dat zijn mijn woorden. En voor mij zijn ze waar. Ik heb de waarheid in pacht, want ik ben God. Nee, God ben ik niet. Nee. Nee, God is dood. Daar zijn we het over eens, toch? Toch? Dat is besloten, toch? Die is dood, toch? Ja, fijn. Maar stel dat hij wel leeft op zijn almachtige wolk, kunnen wij hem toch gewoon doodwanen? Hij is toch niet hier bij ons en hij heeft ons ook nog nooit geholpen. Misschien wil hij dat wel, maar kan die niet? Wil die dolgraag alles oplossen, maar kan die niet? Mag die niet van weer een andere hogere God? En wie zal dat dan weer zijn? Allah? Zou Allah de beschikking hebben over God, de almachtige van de almachtige, maar wie beschikt dan weer over hem? Misschien wij wel. Is het een visieuze cirkel? Zijn die geloofsoorlogen toch nog ergens goed voor? Oh nee, daar komt zijn zieke geest weer. Nee, hij pleit nu zelfs voor geloofsoorlogen. Dat mag niet gebeuren, toch? Daar gaan we aan kapot, toch? Daar moeten we onszelf voor beschermen, toch? Bescherm onze geëvalueerde verstandige mensen van zijn zieke primitieve geest. Knetter, brand, verdamp. Lucht dit op? Wat? Of dit oplucht? Opluchten. U ziet dit als opluchten. U ziet mijn gedachten uitspreken als opluchten, u ziet de mond als de ventilatie van de geest. Zo, poe nou, dat is eruit hoor. Nu denk ik er niet meer. Ik dacht het wel even, maar nu ik het heb uitgesproken, denk ik er niet meer. Iedereen kan weer rustig gaan slapen en de kinderen weer rustig morgen alleen naar school laten lopen. Want de dwaas heeft zijn gedachten uitgesproken. Dus de rust en de veiligheid is wedergekeerd. Waar komt al deze haat vandaan? Maar dit gaat verder dan haat. Haat is passief. Ik walg. Ik walg zoveel dat de walging u de neus uitkomt. Ik walg van mannen, vrouwen, blanken, negers, gehandicapten, lichamelijk en geestelijk mensen met kanker, aids, MS, tyfus, TBS, verkrachters, moordenaars,
pedofielen, necrofielen, homofielen, efebonofielen, gerontofielen, macrofielen, microfielen, zoëfielen, klismafielen, hoeren, pooiers, drugsverslaafden, dealers, racisten, fascisten, anarchisten, narcisten, Turken, Marokkanen, katholieken, protestanten, joden, moslims, boeddhisten, hindoeïsten. Ik walg van ze. Ik walg van ze allemaal. En nu moet u niet uw gezicht in een grimas trekken, omdat u denkt dat walging slecht is en dat het je zuur maakt en dat het wraakgevoelens opwekt en dat je erdoor in de hel komt. Want ook al is dat zo, zuur ben ik toch al. Wraakgevoelens al zo vaak opgewekt dat als ze komen, ik ze slechts als een lichte prikkeling beschouw en in de hel kom ik toch wel. Heb jij last van weltschmerz? Weltschmerz? Weltschmerz. Weltschmerz? Weltschmerz. Weltschmerz? Nein, es ist so. Ich kenne kein Scheint. Es ist nicht nur meine tiefschwarze Kleidung, liebe Mutter, weder die übliche dunkle Trauerkleidung, nein, noch windige Stoßsäufe, nein, auch nicht der effektvollen Tränenstrom oder der niedergeschlagene Gesichtsausdruck kombiniert mit jeder Art und Weise und Form von Trauer kann wirklich wiedergeben, wie es mir geht. Diese Dinge sind tatsächlich nur Schein, weil es nämlich Gesten sind, die man auch spielen könnte. Aber ich trage etwas in mir, was über solche Angeberei hinausgeht. Diese Dinge sind nichts als Schnorkel und Kostüm der Schmerzen. Schmerz! Ah, Schmerz! Ah, Schmerz! 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 Zou je rustig kunnen worden? Willen we meer of minder interventies van onze psychologen? Minder, 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 minder! Ik hoop dat je begrijpt dat je hier geen stap verder mee komt, Pascal. Maar mevrouw, noem mij toch bij mijn echte naam. Noem mij Hamlet. Ik noem jou liever bij je eigen naam, Pascal. Maar dat is niet mijn echte naam. Dat is de naam die mijn verwekkers mij geschonken hebben, maar dat is niet wie ik werkelijk ben. De echte naam die bij mij past, is Hamlet. Sinds wanneer ben je met hem gaan identificeren? Maar dan gaat u wederom de fout in, mevrouw. Ik identificeer mij niet. Ik ben geen tweede persoonlijkheid, geen reïncarnatie. Ik ben Hamlet! Wij zijn klaar voor vandaag.
zie je morgen. Je moeder komt vanavond op bezoek. Hoe gaat het? Nou, moeder. Wat is er aan de hand? Je hebt je vader diep gekwetst. Moeder, u heeft mijn vader diep gekwetst. Kom. Je antwoordt met een loze tong. Ga weg. U vraagt met een boze tong. Hoezo? Wat nou? Weet jij wel wie ik ben? Jawel, bij het Heilige Kruis. De koningin. De vrouw van de broer van uw man. En jammer maar waar. U bent mijn moeder. Ik zal jou aan iemand anders overlaten. Nee, u blijft hier. U blijft hier tot ik u in een spiegel uw diepste binnenste heb laten zien. Hou op met handen wringen en laat me uw hart wringen. Want dat doe ik als het tenminste van kneedbaar materiaal is. En niet door vervloekte gewoonte verhard, gestaald en gepantserd tegen gevoel. Waar verdien ik het aan dat jij zo wild tegen mij uitvaart? Waaraan? Aan een daad die de gratie en blos van het fatsoen besmeurt. De deugd hypocriet noemt. De roos wegneemt van het mooie voorhoofd van een onschuldige liefde en er een brandmerk op drukt. Trouwbeloftes vals als de eed van gokkers maakt. Oh, een daad die van beloven zelf de ziel wegrukt en van ieder zoet sacrament een brei van woorden maakt. Het gelaat van de hemel gloeit boven dit somber gestemde samenstel. Alsof de dag des oordeels nadert, is ziek van de gedachte aan die daad. Over welke daad heb jij het? Kijk naar dit portret en dan naar dit. Twee gebroeders. Naar het leven afgebeeld en zie de gratie die uit deze trekken sprak. Dit was uw man. En kijk naar wat er nakomt. Dit is uw man die als een halm met honingdauw zijn gezonde broer verzengt. Hebt u ogen? Kon u die grazige bergweide verlaten om te vreten uit die trog? Hebt u ogen? En liefde kun je het niet noemen, want op uw leeftijd is het kolkend bloed getemd. Het is bescheiden en luistert naar de reden. En welke reden verkiest nou dit boven dat? U hebt hersens. Anders kon u niet bewegen, maar die hersens zijn vast verlamd, want geen waanzin is zo gek. Geen hersens ooit zo van zinnen beroofd. Of er bleef iets van eigen keuze achter bij zo'n verschil. Welke duivel heeft u zo beetgenomen met blinde mannetjes spelen? Ogen zonder voelen, voelen zonder zien. Oren zonder handen of ogen. Reuk zonder dat al of zelfs één ziekelijk restje van één echt zintuig hadden niet zo kunnen zitten slapen. Schaamte, waar is uw blos? Hamlet, hou op. Hou op, je laat me in het diepst van mijn ziel kijken en daar zie ik zwarte vlekken, zwart ingevreten en onuitwisbaar. Ja, nee, als je leeft in het gore zweet van een verzadigd bed,
broeit in bederft flikflooit en de liefde bedrijft boven een zwijnenstal. Hou op, die woorden gaan als dolken in mijn oren. Een moordenaar en een schoft, een slaaf, een niet de twintigste waard van de tiende van uw vorige heer, een prins carnaval. Een zakkenroller van het rijk en het gezag die op een plank de kostbare kroon zag liggen en het in zijn zak stak. Hou op. Hij is gek! Het is allemaal een product van je fantasie. Hersenschimmen oproepen, daar is waanzin heel bedreven in. Wat waanzin? Nee, mama. Mijn pols tikt even regelmatig als de uwe en klinkt net zo gezond. Het is geen gekheid die ik maakte. Mama, stel me op de proef en ik zal woordelijk herhalen waar gek de boksprongen maakt. Moeder! In Gods wil smeer niet die vlijende zalf op uw ziel, dat niet uw vergrijpt, maar mijn waanzin spreekt. Dat legt slechts een vliesje op de zweer, terwijl van binnen in het bederf doorwoekert. Ongezien, onuitwisbaar. Biecht uw schuld op aan de hemel. Betreur wat is geweest en vermijd wat komt. En gooi geen mest op het onkruid om het welige te laten tieren. Geef me mijn deugdzaamheid. Want in deze vette, pafferige tijden moet goed zelfs zich verontschuldigen bij kwaad. Ja, hem zelfs smeken hem goed te mogen doen. Je breekt mijn hart, maar gooi dan de slechtste helft ervan weg en leef des te zuiverder met de andere helft. Goedenacht, moeder, maar ga niet naar het bed van mijn oom. Beheers uzelf vannacht en dan zal de volgende onthouding u gemakkelijker vallen, want gewenning kan een eerste natuur worden en de duivel onthalen of eruit gooien met wonderlijk gemak. Goedenacht, moeder. Nog één ding. Wat moet ik nu doen? In elk geval niet dit wat ik u nu zeg. Weer bij die dikke koning in bed kruipen. Hem wulps in uw wangen laten knijpen. Door hem zijn poesje genoemd worden en hem voor wat stinkzoenen en gekriebel in uw nek met zijn vervloekte vingers alles ontvouwen dat ik eigenlijk helemaal niet gek ben, maar gek uit list. Vertel het hem gerust. Want hield een koningin die mooi en ernstig en wijs is ooit haar grote zorgen stil? Wat dacht u? Nee! Nee, gooi het verstand en de discretie overboord. Open de man met vogels op het dak. Laat ze vliegen en klim dan als de bekende aap die dacht dat hij het ook kon er zelf in. En breek je eigen nek als je neerkomt. Goedenacht, moeder.
Kunnen we vandaag overslaan? Ik voel me niet goed. Waarom niet? Gaat u niks aan? Volgens mij wel. Ik voel me gewoon niet goed. En ik heb geen zin om te praten. Oké, dan praten we niet. Dan zwijgen we. Kunt u gaan? Kunt u alstublieft weggaan? Hoe ging het gesprek met je moeder? Fijn. Ik hoorde dat ze niet is gekomen. Waarom vraagt u er dan naar? Omdat ik het uit jouw mond wilde horen. Ga weg! Waarom is... Ik heb toch gezegd dat ik niet wilde praten, Pascal. Je verdoet je eigen tijd ermee. Als je praat, ben je me alleen maar aan het provoceren. Wil je laten zien hoe slim je bent en hoe goed je begrijpt hoe de wereld in elkaar zit. Probeer je daad met je woede te verantwoorden. En nu het niet goed met je gaat, wil je niet praten. Ik probeer jou te begrijpen, maar dan moet je me ook wel toelaten. Maar wat wilt u begrijpen? Het gaat niet om begrepen worden. Wat heeft u eraan? Als u mij begrijpt, ben ik zo'n interessant studieobject dat zodra u mij begrijpt, u deze analyse op andere patiënten kunt toepassen. Terreur bestrijden door psychologie? Of wilt u mij begrijpen voor persoonlijk belang? Promoveren, een hoogstwaardig artikel in een vakblad, eindelijk erkenning van uw collega's. Of wilt u mij begrijpen om uw eigen trauma's te bestrijden? Eindelijk aan de familie laten zien hoe ver u bent gekomen, hoe ver u boven hem bent uitgestegen. Het gaat niet om begrepen worden. Jawel, want zodra ik jou begrijp, kunnen wij je gaan helpen. Ik heb geen hulp nodig. Wat wilt u begrijpen wat je hebt gedaan? Begrijpen wat ik heb gedaan? Omdat ik haat. Wat haat je? Alles, dat accepteer ik niet als antwoord. Ik heb uw acceptatie niet nodig. Nee, maar we blijven wel hier totdat ik het begrijp. Wat wilt u begrijpen? Soms zijn dingen zo duidelijk dat je ze niet kan begrijpen. Hoe kunnen we met z'n allen in een wereld leven waarvan we allang met z'n allen weten dat we een verneukt, verkloot en verkracht hebben. Dat er geen moraal meer is. Slechts nog een schreeuwlandschap waarin je alleen nog maar je eigen geschreeuw hoort. En je wil iets doen, je moet iets doen, je moet iets veranderen, maar je weet niet wat. En ik schreeuw en ik schreeuw. En ik schreeuw en ik zie anderen om me heen schreeuwen, omdat zij ook zien dat het anders moet en anders kan en anders hoort te zijn. Maar we doen niks, want we kunnen niks, omdat we bang zijn. Omdat we bang zijn dat als we iets ondernemen vanuit onze oprechtste bedoelingen, het toch nooit zal lukken. Omdat niemand wil luisteren en we vanaf dag 1 al onderuit worden gehaald, omdat we aan een onhaalbare taak zijn begonnen. En als er niemand wil luisteren, terwijl je weet, zeker weet dat je gelijk hebt. Op een gegeven moment wil je dan alleen nog maar pijn doen. Wie niet horen wil, moet maar voelen. En als jullie het zullen voelen, dan zullen jullie het begrijpen. Als jullie de ware pijn zullen voelen, de zuiverste pijn, dan zullen jullie begrijpen waarvoor het was, omdat het beter moest vanuit... Vanuit destructie komt constructie en we moeten deze verrotte wereld eerst kapot maken voordat we hem weer opnieuw op kunnen bouwen. En ik ben diegene die die taak op zich moet nemen, want niemand anders doet het. En heb je het daarom gedaan? Maar ik heb niks gedaan! Is dat waarom ik hier vastzit om mij te vernederen? Ben ik zo'n amusant studieobject? Omdat ik het niet deed, de mislukte idealist. Kom collega's, kijk naar hem. Hij heeft grootse praatjes, maar als het op zijn daad aankomt, is het een van de meest trieste figuren die we ooit hebben meegemaakt. Kom, kijk naar hem. Hij waant zichzelf nu zelfs uit wanhoop een literair personage. Kom, kijk naar het aapje. Ik waan mijzelf niks. Ik hou mezelf vast aan iets, omdat dat het enige is waaraan ik me nog kan vasthouden. Maar ik,
Ik doe het bewust, dus ik ben niet gek. Ik heb het zelf door, dus ik ben niet gek. Ik heb het niet gedaan. Nee, maar je dacht het wel. En je wilde het wel. En dat is misschien nog gevaarlijker, want er zal een dag komen dat je het wel doet. Er zal een ochtend aanbreken dat je opeens wel de moed hebt. Omdat dit inderdaad een verrotte wereld is en omdat er geen oplossing is. Waarom is je moeder niet gekomen? Maar waar wilt u naartoe? U blijft maar prikken. U wil dat ik mij hier totaal overgeef. Alles vertel wat er in mij zit. Maar dat kan ik niet. En dat wil ik niet. Ik heb mijn moeder doodverklaard. Zij bestaat niet meer voor mij. En ik niet meer voor haar. En dat is de reden waarom ze hier niet was. Weet u wat ze heeft verteld aan haar vrienden? Dat ik voor een paar jaar naar het buitenland ben om rond te reizen. Zodat er maar geen smet op haar komt. Zodat niemand hoeft te weten dat zij een zieke zoon heeft. Zodat er geen smet op haar naam komt. Omdat dat is waar het om draait. Maar dat is niet hoe het hoort. Het gezin. Vader, moeder, kind. De hoeksteen van de samenleving, hetgeen waar we allemaal naar streven. Het gelukkige gezin is het perfecte beeld voor een volmaakt schilderij. Een plek van liefde en geborgenheid waarin we in vrede met elkaars gebreken leven, omdat we nu eenmaal niet anders kunnen, omdat we samen moeten zijn en door elkaars gebreken te accepteren worden we vanzelf betere en wijzere mensen, omdat we door een noodgedwongen situatie ons lot dragen en er ook nog van leren. En dat is het gezin, dat is wat het gezin hoort te zijn. Maar sinds wanneer is het gezin dan een instituut geworden waarin we elkaar manipuleren, met macht spelen, dat de erfenis een pion in het familiaire schaakbord is geworden? Als jij mijn plannen niet volgt, de plannen die ik voor jou, mijn kind, zorgvuldig heb uitgestippeld, als je ze niet volgt, dan laat ik jou onterven en dan ben jij niet meer mijn nazaat. Waarin de ouders de toekomst en het lot van hun kinderen bepalen omdat dat goed staat naar de buitenwereld, omdat de buitenwereld moet zien dat hun kind succes heeft. Wat nou geluk? Nee, ik heb dit kind gebaard en bovenal gefinancierd, dus het moet mij succes en aanzien teruggeven. Het moet aan de buitenwereld laten zien dat we het goed gekneed hebben, dat het succes heeft. Want als het succes heeft, betekent dat wij als ouders succesvol zijn. En dat is het gezin geworden, een mini-maatschappij dat draait om succes en aanzien. En dat het van binnenin verrot en een hel is, daar gaat het niet om. Het gaat om aanzien. 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 Dat wanneer je moeder slechts na een half jaar na het overlijden van je vader een nieuwe man hertrouwt, dat je dat moet accepteren. En je op de bruiloft gedwongen handjes moet schudden. En met een gedwongen glimlach de gelukswens in ontvangst moet nemen. En met een gedwongen glimlach de vergiftigde bruidstaart moet vreten. En met een gedwongen glimlach aan de kant moet staan en moet aanzien hoe je moeder haar huwelijksdans herdanst. En hoe je met een gedwongen glimlach moet ondergaan hoe je moeder, je bloed eigen moeder, als het feest ter einde loopt, met geilheid in haar ogen de feestzaal verlaat om zich in de kamer daarboven te laten consumeren door iemand anders dan je eigen vader. Als je dat allemaal met een glimlach moet visualiseren en niet mag schreeuwen, niet mag protesteren en jezelf niet van een klif mag gooien, maar dat allemaal moet ondergaan voor het aanzien, 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 dan is er iets verrot in het gezin. Dan is een gezin geen gezin meer, maar een dictatuur.
Daar is het misgegaan. Het is goed dat je dit vertelt, heel goed. Maar het is geen geldige reden voor wat je hebt gedaan. Maar daar is het begonnen. Dus je geeft je moeder de schuld van... Ik geef haar niet de schuld! U snapt het niet! Ik wilde niet honderden mensen uitmoorden omdat mijn moeder mij kapot heeft gemaakt. Maar mijn moeder is een van de miljoenen. Een van de miljoenen die niet meer met liefde kunnen leven. Een van de miljoenen die hun kinderen kapot maken, ziek maken, slecht maken. En als die slechte kinderen dan weer kinderen krijgen, dan doen ze weer precies hetzelfde. Omdat het ze zo is aangeleerd. Omdat ze niet anders weten, niet meer stil kunnen staan bij wat een goed leven zou kunnen zijn. En daarom moest ik iets doen om iedereen weer even stil te laten staan. Om iedereen weer even te laten weten dat niet alles voor de hand ligt. En dat we elkaar nodig hebben. Iedereen. En dat we elkaar moeten accepteren. Iedereen en al zijn gebreken. En als daarvoor iets ziek moet gebeuren, als ik daarvoor een zieke daad moet plegen, als ik daarvoor de martelaar moet zijn, dan is dat maar zo. Ik ben toch al zo verrot van binnen, voor mij heeft het toch geen zin meer. Ik wil best alles opgeven om weer iedereen in... Fuckers! Fuck! 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 Shit, shit, shit. Ik heb iets nodig. Ik heb iets nodig om rustig te worden. Kunt u me iets geven? Iets geven zodat ik weer... Jullie hebben er godverdomme voor gezorgd dat ik niet meer vanuit mezelf rustig kan worden. Dat ik medicatie nodig heb om weer tot mezelf te komen. En dan moeten jullie het me ook geven wanneer ik om vraag. Dat kunnen jullie niet altijd bepalen of ik dat nodig heb. Godverkanker. Geef me god voor de kanker nu iets. Ik moet nu rustig worden. Ik moet helder kunnen denken. Wat is een mens? Een mens is een zak botten. Voor de rest niks. Maar wat maakt de mens? Zijn geest, zijn vermogen tot denken. En jullie hebben mijn geest doodgemaakt. Jullie hebben mij als experimenteren aan volgepropt met wat jullie mij konden bedenken. En nu vraag ik er zelfs om. Vraag om het laatste stukje wat ik in me heb ook nog af te pakken. Want ik kan niet half leven. Ik moet nu rustig worden. Ik ga nu. Ik zie je morgen. Nee, alsjeblieft. Alsjeblieft, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, alsjeblieft. Ik kan er niet alleen zijn. Ik heb mezelf niet onder controle. Laat me niet alleen! Ik ben Hamlet, ik ben de prins van Denemarken. Het zal nog maar korte tijd duren. En dan ben ik de koning van Denemarken. Het zal nog maar korte tijd duren tot mijn wraak is uitgevoerd. En ik zal regeren en er zal vrede en geluk komen. Ik zal de kanker van deze wereld bestrijden met harde hand voor vrede en geluk. Ik mag mijn verstand niet verliezen, want ik heb een taak. En voor die taak moet ik helder zijn. Komt tot rust, komt tot rust, mijn geest. We zullen samen strijden voor vrede en geluk. Ik ben Hamlet, ik ben de prins van Denemarken. Het zal nog maar korte tijd duren. En dan ben ik de koning van Denemarken. Het zal nog maar korte tijd duren tot mijn wraak is uitgevoerd. En ik zal regeren en er zal vrede en geluk komen. Ik mag mijn verstand niet verliezen, want ik heb een taak en voor die taak moet ik helder zijn. Komt tot rust, mijn geest. Dan staat me vrij voor vrede en geluk. Ik ben Hamlet, ik ben de prins van Denemarken. Het zal maar een korte tijd duren. En dan ben ik de koning van Denemarken. Het zal maar een korte tijd duren tot mijn wraak is uitgevoerd. En ik zal regeren en er zal vrede en geluk komen. Ik zal de kanker van deze wereld bestrijden met de harde hand van vrede en geluk. Ik mag mijn verstand niet verliezen, want ik heb een taak en voor die taak moet ik helder zijn. Komt tot rust, mijn geest. Dan zullen we samen strijden voor vrede en geluk. Hoe elk voorval met de vinger naar mij wijst en mijn smeulende wraak oppocht. Wat is een mens als hij als hoogste doel zijn tijd verkwanselt aan slapen en eten, een beest, meer niet. En hij die ons schiep met zo'n groot begripsvermogen gaf ons dat goddelijke verstand toch niet om het ongebruikt in ons te laten verschalen. Of het nu dierlijke vergetelheid is of bange twijfel door te veel na voor de afloop. Eén gedachte gevierendeeld en je houdt één kwart wijsheid en drie kwart lafheid over en ik weet niet waarom ik leef en roep. Dit moet ik doen, terwijl ik reden en wil en middelen heb om het te doen. Echte grootheid is je niet druk maken zonder grote zaak, maar groots in het verweer komen om een strootje als de eer op het spel staat. Maar waar sta ik dan? Een vader vermoord, een moeder besmeurd. Prikkels voor mijn verstand en voor mijn bloed en ik laat ze slapen. Oh, dat ik voortaan alleen nog maar aan bloed denk. En verder nergens aan.
moeder. Als je deze brief leest, is dit waarschijnlijk het laatste wat je ooit van mij zal horen. En nee, mama, pak nu niet je telefoon om mij op te bellen en deze eerste zin te lezen. Lees verder, want het gaat toch geen zin hebben. Ik zit hier al uren voor dit stuk papier en ik weet eigenlijk totaal niet hoe ik alles op moet schrijven. Het is allemaal zo duidelijk in mijn hoofd, maar de brug van gedachten naar geschreven woorden blijkt toch moeilijker dan verwacht. Mama, ik zou het heel simpel op kunnen schrijven. Ik ga iets ergs doen. Iets ergs waardoor ik niet alleen mezelf het leven ontneem, maar waarschijnlijk ook het jouwe. Ik ga iets doen omdat ik in een wereld leef waarin ik niet geloof. Een wereld waar jij aan mee hebt gewerkt. Die jij mede hebt gecreëerd, waar jij ook een soort van schuld aan hebt, zonder dat die schuld duidelijk aan te wijzen valt. En dat duidelijk gemaakt moet worden wat op geen andere manier duidelijk gemaakt kan worden. En ja, lieve mama. Alle mails die je naar me stuurt omdat ik niet met je wil praten, waarin je schrijft dat ik jouw leven kapot maak. Waarin je schrijft dat ik een slechte zoon ben. Waarin je schrijft dat je mij wil redden, dat ik terug naar huis moet komen bij jullie en dat ik later zal begrijpen dat dat goed was, dat jullie het beste met mij voor hadden, waarin je schrijft dat ik zwak en manipuleerbaar ben. Dat ik nooit een ruggengraat heb gehad en dat mijn andere ideeën niet van mezelf zijn, maar me in heb laten prenten door mijn zieke vrienden, waarin je 20 mails achter elkaar stuurt met alleen maar het tekstje: ik wil mijn zoon terug. Waarin je schrijft dat ik in en in slecht ben, dat papa dit nooit zo zou hebben gewild en dat ik zo papa alleen nog maar een rotschop nageef in zijn graf. Ja, die berichten hebben ook meegeholpen dat het allemaal zo afloopt. Maar daar kan jij eigenlijk ook niks aan doen. Ik snap dat, dat dat voor jou ook onmacht en verdriet is, omdat het allemaal anders is gelopen dan je had voorgesteld toen je me voor het eerst in je armen had na 9 maanden in je te hebben gezeten. Ik begrijp dat allemaal, maar toch is er iets kapot gegaan dat niet meer goed te maken valt. En ik accepteer nu dat je bent hertrouwd, dat is jouw keuze. Maar dan moet jij ook de keuzes die ik maak en zal maken moeten accepteren. Wat is er toch gebeurd met mijn zoon waar ik zoveel van hield? Wat is er toch gebeurd met mijn moeder waar ik zoveel aanzien en respect voor had, omdat het een krachtige, liefdevolle en warme vrouw was, zie je? We zitten beide vast in wat vroeger was, maar vroeger is niet meer. Vroeger, toen ik jong was, kon ik nog met een verwonderende blik naar alles kijken wat op mijn pad kwam. En tegenwoordig zie ik alleen nog maar onrecht en kwaad en ziekte. En wij weten beide dat toen papa doodging, alles voor ons is veranderd. En het had 2 kanten op kunnen gaan. We hadden elkaar kunnen vinden en steunen, maar het ging nu eenmaal anders. Dat is zo, daar valt niks aan te veranderen. Als ik er niet meer ben, blijf aan me denken als baby die je vasthield. We kunnen het beste mensen herinneren in de mooiste tijden. Lieve mama. Er moest iets gebeuren. Ik moest iets doen. Ik dacht alle voorgevoelens. Er valt geen mus of het is zo door het lot beslist. En gebeurt het nu, dan gebeurt het later niet. En als het later niet gebeurt, gebeurt het nu. En indien nu niet, dan toch eenmaal. Bereid zijn is alles. En daar de mens niets bezit van wat hij verlaat, welk belang heeft er dan wanneer hij het verlaat? Er komen wat wil. Pascal, ik wil je, wacht, ik wil het van. Fijn dat u er bent. Dank je. Wilt u even niks vragen? Ik wil het vandaag anders doen, kan dat? Ik wil u
iets vertellen? Het is oké. Ik werd wakker door de radio. Ik heb een ouderwetse radiowekker, die heb ik van huis meegenomen toen ik wegging. En die ging om 6:45, zo laat stond ik altijd op als mijn vader naar zijn werk ging. En ik had 3 uur geslapen en ik had gedroomd, dat weet ik nog. Ik weet nog dat ik gedroomd had, ik weet alleen niet meer waarover. Ik bleef nog even 5 minuten liggen. Ging toen op de rand van mijn bed zitten, nam een slok water. Ik heb altijd een fles water naast mijn bed staan. Ben opgestaan, naar de badkamer gegaan. Daar heb ik 20 minuten onder de douche gestaan, afgedroogd. En toen 10 minuten in de spiegel naar mezelf gekeken. Naar mijn kamer, kleren aangetrokken. Ik had een zwarte trainingsbroek aan en een grijze trui met een capuchon. Ik at niks. Ik ging achter mijn laptop zitten, stuurde een brief naar mijn moeder. Nog 10 minuten na het niks zitten staren en toen trok ik mijn schoenen aan. Ik pakte mijn tas in en die was zwaar, dat weet ik nog. Ik weet nog dat die zwaar was. Nog een slok water genomen, kamer uitgegaan, deur op slot. En ik weet nog dat ik, terwijl ik dat deed, dat ik dacht dat dat toch geen zin had, maar ik deed het toch, automatisme. Trap af naar buiten, naar het station. En op het station moest ik 20 minuten wachten. Ik had alles precies uitgestippeld, maar er was iets mis met wisselsporen. Ik stapte de trein in. Ik zat alleen. Het duurt altijd 50 minuten naar mijn geboortedorp. Ik deed mijn ogen dicht en ik dacht aan niks. De trein stopte 12 keer en toen stapte ik uit op het station van mijn geboortedorp. En vanuit daar gaat er altijd een bus direct naar het centrum, maar ik ging naar rechts. 10 minuten gelopen en toen stond ik voor de begraafplaats. En daar kan ik de weg in het donker vinden, dat heb ik ook heel vaak gedaan. Over het grindpad, verharde weggetje, 5 meter. Naar links, 3 rijen bomen. Naar rechts, nog 5 meter lopen. En toen stond ik voor het graf van mijn vader. En ik vind het altijd zo gek op begraafplaatsen als mensen tegen de stenen aanpraten. Alsof als je maar lang genoeg tegen die stenen aanlult, dat ze dan ooit iets terug gaan zeggen. Dus dat deed ik nu ook niet. Dat zou ik normaal ook nooit doen. Ik heb daar 1/2 uur gestaan, het was toen 10:30, 11 uur. Ik ben weer teruggelopen en voor de begraafplaats stopt ook een bus direct naar het centrum van mijn dorp. En daar stapte ik in en er zaten 3 andere mensen in. Ik kende ze niet, ik ging zitten. En de bus begon te rijden en ik verdrink in mijn ideeën en ik verdrink in de filosofieën en ik verdrink in de onderdrukkers en ik verdrink in de onderdrukte en ik verdrink in de machthebbers en ik verdrink in de rijken en ik verdrink in de armen en ik verdrink in het alles en ik vergat bijna uit te stappen. Ik stapte uit en toen stond ik voor het centrum van mijn dorp en ik had mijn tas stevig in mijn rechterhand vast en ik weet nog dat ik verbaasd was hoe rustig het was voor een zaterdagmiddagochtend. Het was 11:30, 12:00. En ik zie moeders met hun kinderen winkel in, winkel uitgaan, hun schreeuwende en huilende kinderen negerend. Ik zie vaders met kinderwagens lopen, verlangend naar een vroeger groots en wilde leven. Ik zie koppels arm in arm lopen die al lang op elkaar uitgekeken zijn, maar toch bij elkaar blijven omdat het nu eenmaal zo hoort. Ik sta daar 5 minuten en dan breng ik mijn hand naar de rits van mijn tas en ik ga met mijn hand erin. En ik raak het geweer aan en ik haat. Ik haat. Ik haat.
moet het doen, ik kan het niet, ik moet het doen, ik moet het doen, ik wil het niet, ik moet het doen, ik moet dit doen, ik moet iets doen, er moet iets veranderen, bereid zijn is alles. Ik moet... En ineens komt er een oude schoolgenoot van me op me afgelopen en die begint met me te praten en die vraagt waar ik al die tijd geweest ben en waarom ze me zo lang niet gezien hebben en of het goed met me gaat. En ik kan hem echt alleen maar schaapachtig aankijken. Dus na een minuut naar mijn zwijgende hoofd te hebben gekeken, loopt hij maar weer weg. En ik ga weer met mijn hand in mijn tas en ik haat. Ik moet het doen, ik kan het niet, ik moet dit doen, ik moet iets veranderen. Ik haat, ik haat, ik haat, ik haat, ik haat, ik haat. Ik heb daar een half uur gestaan en toen ben ik weer teruggelopen. Terug naar de bushalte, ik haat. Terug de bus in, ik haat. Terug de trein in, ik haat. Terug op het station, ik haat. Terug naar huis, ik haat. Terug op mijn kamer, ik haat. Er wordt aangebeld. De politie staat voor de deur. Mijn kamer wordt onderzocht. Ik word meegenomen. Mama. Wilt u alstublieft iets zeggen? Pascal, ik ben vandaag eigenlijk naar je toegekomen om te vertellen dat... Vandaag was onze laatste sessie. Hoe bedoelt u? Ik was hier om jou te onderzoeken en dat heb ik nu kunnen doen. Dus voor mij zit het nu op en je zal nu samen met een nieuwe psycholoog aan een stappenplan beginnen en... Ik snap het als dit rouw op je dak valt en ik zou zelf ook graag willen dat het anders zou lopen, maar het is nu eenmaal zo. Maar ik zal er hoogstpersoonlijk voor zorgen dat je bij de beste terecht zal komen, omdat ik denk dat het goed met jou kan komen en dat het een lange weg zal zijn, maar dat het wel kan lukken. En... Wil je iets zeggen? Ook u verraadt mij. Ik snap dat je dat zo ziet, maar dat moet je niet denken. Zo is het niet. Het komt goed met jou. Tot ziens. Zijn of niet zijn. Daar gaat het om. Op een dag zal ik weg zijn en dan? Is het eervoller om in je hoofd die voortdurende aanvallen van het niet ontziende lot te verdragen of... Of de wapens op te nemen tegen deze zee van moeilijkheden. En er al vechtend een einde aan te maken. Verdwenen zonder een teken te geven of te nemen. Doodgaan. Slapen. Meer niet. Te weten dat die slaap... De 1000 aangeboren angsten die in ons lichaam huizen verjaagt, het zou een welkom einde zijn.
En het puin dat ik achterlaat is niet langer lachwekkend. Doodgaan. Slapen. Dromen. En daar zit het probleem, want wat wij in die doodslaap vrij van aardse onrust kunnen dromen, doet ons aarzelen. Want wie als ik nooit gebouwen heeft, laat niets achter dan verwachting en verwarring. En wat dan? Want wie verdraagt de marteling van de wereld en de dwang van de dictator en de verachting van de rijken en het verdriet om een verloren liefde en de gerechtelijke dwaling en de ambtelijke willekeur en de trap na voor zelfs de kleinste goede daad als hij zichzelf hiervan kon verlossen met één dolkstoot. Wellicht in uw herinnering zal ik stollen, verstijven. Niet lang meer blijven, maar verbleken tot verleden en wat toen te doen. Wie zou in pijn en ellende willen leven als niet de angst voor dat wat na onze dood komt? Dat onontdekte land waaruit geen reiziger ooit terugkeert. Onze wil verlamd en ons nog liever dit vertrouwde lot doet dragen dan reizen naar iets dat ons onbekend is. Het is waar, zult gij zeggen. Hij speelde met woorden als geen ander. En wat heeft dat te betekenen? Zo bleek zal ik zijn. En zo maakt het denken lafaard van ons allemaal en verziekt de somberheid, de vastberadenheid en verzanden belangrijke ondernemingen door dit gepeins in loze woorden. U. En wat dan? Leg goed uit wie ik was, waarvoor ik stond, aan wie het wil weten. De rest is stilte. I just want the chance to let that little man.